Jasper Schaaf, de fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad, is door zijn werkgever voor drie maanden op non-actief gesteld. Schaaf is docent bij de opleiding Sociale Studies aan de Hans Hogeschool. Zowel de Hans Hogeschool als Schaaf willen weinig kwijt over het conflict. De SP-fractievoorzitter heeft zijn partij wel op de hoogte gesteld. Volgens Schaaf staat de SP in deze kwestie volledig achter hem. Ook heeft Schaaf een jurist in de arm genomen om weer aan het werk te kunnen. De bewoners rond het Noorderplantsoen kunnen weer terecht bij hun vertrouwde geldautomaat in de Kerklaan. Het apparaat werd tijdens oud en nieuw slachtoffer van vandalen die het ding met vuurwerk opbliezen. Vandaag werd de geldautomaat weer hersteld en konden de omwonenden weer pinnen. Hansenwast Capitals heeft gisteravond in Rotterdam met 76-69 gewonnen van Rotterdam Basketbal. De wedstrijd ging lang gelijk op, maar in de slotfase sloeg Capitals het beslissende gaatje. Topscorer was Elton Mason met 17 punten, Capitals blijft op de zesde plaats staan in de Eredivisie met 26 punten uit 23 wedstrijden.